Goed, situering OV3 in het onderwijs. Ja, wat liggen we nu eigenlijk heel de tijd al te vertellen rond die eindtermen van die tweede graad? Wat is nu eigenlijk die relatie? Wel, voor de beroepsgerichte vorming. Ja, en neem de titeltjes zeker mee. Dit gaat over de beroepsgerichte vorming. Is er een 1-op-1 relatie met OK2 duaal? Ja, niet met de voltijdse tweede graad van de A-finaliteit, enkel met een OK2 duaal. Waarom? In een OK2 duaal behalen van 1 erkende beroepskwalificatie of deelkwalificatie. Bijvoorbeeld, de hoeknaadlasser, OK2 duaal, heeft ook hoeknaadlasser duaal, is datzelfde BK van hoeknaadlasser. Dus als ik OK2 duaal ga volgen, dan krijg ik in de praktijkles, op mijn werkplek uiteraard in deze zin, krijg ik identiek hetzelfde aanbod of moet ik dezelfde competenties aangereikt krijgen dan dat ik hoeknaadlasser binnen OV3 doe? Want dat vertrekt vanuit dezelfde beroepskwalificatie. Ja? Vandaar dat wij ook kijken naar de gemeenschappelijke taal van het werken met leerplannen BGV OV3 met de leerplannen OK2 duaal. Ah ja, want stel dat onze leerling duaal gaat doen, en die gaat vanuit OV3 duaal hoeknaadlasser naar bedrijf X. En bedrijf X heeft ook nog een leerling vanuit deeltijdsonderwijs OK2 duaal, vanuit onze centra leren en werken. Ja, dan is dat voor die werkgever, voor die werkplek, moet dat helemaal hetzelfde zijn. Want het gaat over een hoeknaadlasser en een hoeknaadlasser. Dus daar kan geen verschil zijn. Dus vandaar dat we er gekozen hebben voor die gemeenschappelijke taal, of dat je nu hoeknaadlasser in de OK2 duaal via centraal leren en werken gaat volgen. Of je doet dat binnen OV3 via duaal of in de voltijdse. Ja, dan kan het niet zijn dat er een verschil zit op de competenties dat die leerlingen moeten hebben. We hopen dat er een groot verschil zit in de manier waarop de competenties worden aangeboden. Want daar komt ons gespecialiseerd, ons buitengewoon zijn, komt daar naar voren. Ja, maar puur qua doelen is dat een 1-op-1 verhouding 100% gelijk. Wat moeten we doen binnen die OK2 duaal? Daar kunnen we het behalen van de minimumdoelen tweede graad. Dus we kunnen daar naar gaan kijken van hoe, vandaar dat we ook vragen naar die gemeenschappelijke taal. Als wij, ik zal al ineens verklappen, straks komt dat eraan, dat we een getuigschrift OK2 gaan kunnen uitreiken in onze OV3. Ja, hoe moeten we dan die afweging gaan maken? Ook daar met die gemeenschappelijke taal, net zoals dat we dat nu doen met onze leerplannen, dat we die gemeenschappelijke taal met het gewoon secundair onderwijs hebben om op een goede manier een afweging te kunnen maken van waar staat die leerling. Met 10 verstanden, het staat er heel duidelijk bij, gemeenschappelijke taal van de minimumdoelen, maar wel als ontwikkelingsdoel en met het statuut van ontwikkelingsdoel in OV3. Want onze finaliteit is misschien wel verschoven naar OK2, naar het werken met eindtermen, maar ons getuigschrift OV3 blijft ook nog en dat blijft overeind met het werken met ontwikkelingsdoelen. Dus onze start blijft werken met ontwikkelingsdoelen, maar we kunnen dat stapje hoger aanbieden voor onze leerlingen richting minimumdoelen van de tweede graad. En om die afweging goed te kunnen doen, we hebben de oefening al eens gemaakt met de voorlopige minimumdoelen, die is naast onze ontwikkelingsdoelen gelegd. Het gaat heel moeilijk zijn om een gelijkwaardigheid van doelen te kunnen aantonen. Dus vandaar ook dat we daar die vraag gesteld hebben. Geef ons die gemeenschappelijke taal met het statuut van ontwikkelingsdoelen. Ja? Inspanningsverplichting, niet resultaatsverplichting. We hebben dus geen 1-op-1 relatie met een tweede graad van het voltijds. Wel richting die eindtermen tweede graad in de algemene vorming die we ook gaan kunnen gebruiken. Maar zoals al aangehaald, je hebt geen afgeronde beroepskwalificatie of deelkwalificatie op het einde van een tweede graad van het voltijdsonderwijs. Ja? Ook al aangehaald, net zoals in onze opleidingsfase, is dit nog breed oriënterend met enkele stukjes. Voor de algemene en sociale vorming hebben we 2 opties nu. Ja? We hebben die 1-op-1 relatie met een OK2, dus we kunnen het behalen van die minimumdoelen voor onze leerlingen kunnen we bekrachtigen. Ja, als de ontwikkelingsdoelen in die mate zijn nagestreefd dat ze gelijkgesteld kunnen worden met de minimumdoelen, dan hebben we vanaf binnen 2 jaar een nieuwe studiebekrachtiging zijnde het getuigschrift OK2. Dat wij kunnen uitreiken in OV3 ook. Ja, dat is een belangrijke stap, zeker ook in functie van dat levenslang leren, want daar hangt wel wat aan. Dat ga je straks zien.
We blijven uiteraard ook onze ontwikkelingsdoelen OV3 hebben, waar we maximaal onze ontwikkelingsdoelen nastreven. En daar blijven we behouden onze gekende studiebekrachtiging, het getuigschrift OV3. Dus onze algemene en sociale vorming krijgt in deze ook een beetje een, ja, kunnen we dan een upgrade noemen? We horen heel vaak van, ja, de BGV'ers zeggen van hij kan alles, dus hij moet zijn getuigschrift krijgen, want hij verdient dat. Nu wordt er op zich een heel duidelijke relatie gelegd van 1. We kunnen een bekrachtiging doen van de beroepskwalificaties, komt straks aan bod. En 2, hier binnen ASV, kunnen we nu ook gaan kijken van wij maken het verschil richting het getuigschrift of richting het getuigschrift OK2. Want het gaat nu over het al dan niet behalen van minimumdoelen, het al dan niet behalen van in voldoende mate nagestreefde ontwikkelingsdoelen. Dat brengt ons naadloos